Hier moet het ergens zijn. Ah, hier is het. Ah, je ziet wel dat hier heel veel mensen zijn geweest. Ja. Oh. Twee handjes verplaatsen. Ja, ja. Handschoentjes. Er is toch een dakte te zien? Ja, er staat, staat er veel in. Ja. Ja, ja, ja. Oh, oh, jezus. Waanzinnig, joh. Gaaf, hè? Wauw, het ziet er wel echt te gek uit. Ja. Dit zijn pakken voor als er een chemische aanval is... of er is een nucleaire bom gevallen. Of nee, het is een kernaanval geweest. Kijk, dit is tegen radiatie. Ja. Dus het houdt niet de straling tegen, maar in ieder geval de deeltjes van de radiatie... Iets. Die blijven op de jas zitten. Ja. En de gasmaskertjes nog. Weet je wat grappig is? Hier zit gewoon asbest in. Dus het was om je te beschermen, maar je vergiftigt je. Ja. Dat wisten ze niet eens. Nee, wisten ze niet eens. Gaaf, hè? Wauw. Oké. Val. Het is een soort plastic regenjas, camouflage toestand. Kijk, als er buiten een atoombom was gevallen, alles was vol radiatie. Kijk, dat wil je niet binnen hebben. Nee. Dus dan heb je hier de ontsmettingsruimte. Dus je kwam met die vieze pak en die gasmaskers kwam je binnen. En dat spoel je met me af? Hier spoel je alles af. De bunker was dus antigas, dus was bestendig tegen gas. Granaatscherven en bommen. BGS noemen ze het. BGS shrapnel, ja. We gaan door. Ja. Deze bunker heeft maar liefst 5 verdiepingen. Hij is nooit gebruikt. Maar wel volledig ingericht voor honderden mensen die allemaal zouden moeten kunnen schuilen, slapen, douchen, eten en medische verzorging moesten kunnen krijgen na een vijandige aanval. Dat verklaart de gigantische hoeveelheid medische attributen hier. Kijk, en kom je in deze ruimte. Zo. Helemaal. Jee. Wat absurd, hè? Het is ongelooflijk hoeveel ze tijdens de Koude Oorlog opsloegen. Opsloegen, hè? Wat eigenlijk nooit gebruikt is, gewoon kapitaalvernietiging. Blauw kitje. Oh, kijk hier. Schaartje. Schaartje. Je gaat helemaal niet meer open, denk ik. Nee, ze is helemaal vastgeroest. Apart. Kijk, verbandjes. Helemaal volgepropt. Zie je het? Ja. Hier zit allemaal nog vloeistof in, hè? Dat weet ik toevallig wat ook is. Dus als er buiten een chemische aanval was geweest en je was besmet, dus je voelde iets branden op je huid, moest je dit flesje kapot slaan en dan moest je dat over je heen gieten. Ja. Ja, dat niet over je heen gieten, want het mag niet in je gezicht en ogen, geloof ik. Oh, oké. Okay. Nou, dan leg ik het weer terug. Laat maar lekker liggen, ja. Wauw, dat loopt ook helemaal door hier, joh. Het zit helemaal vol met dit... Dit is dus echt de medische afdeling. Wauw. Echt wel gaaf dit, hoor. Dat hij er allemaal staat. Jeroen's Abandoned Adventures. Bij Discovery.